Hi, mijn naam is Kenneth, 30 jaar en afkomstig uit Sint-Niklaas. Als actief brandweerman vind ik het belangrijk om mensen te helpen, ongeacht hun geaardheid, afkomst of geloof. Anderzijds wil ik met mijn deelname de aandacht vestigen op de bestaande vooroordelen van LGBT'ers binnen de hulpverlening. Want het is heel belangrijk dat mensen weten dat er mensen helpen en geholpen te worden. I am gay. I'm a firefighter and I can save your life too. Hallo, mijn naam is Kevin, 28 jaar en afkomstig uit Sint-Joris-Wing en student verpleegkunde. Met mijn deelname wil ik het stigma rond SOAS en HIV meer bespreekbaar maken. Uit mijn stageervaringen heb ik ondervonden dat het nog steeds moeilijk is voor mensen met een seksuele overdraagbare aandoening de stap naar hulp te zetten. Mijn visie is dan ook blijven sensibiliseren. Share love, be proud, protect yourself. Hallo, mijn naam is Janko, 19 jaar en ben afkomstig uit het Haarzaalandse Sint-Pieter Sleeuw. Uit mijn ervaring als vrijwilliger in het asielcentrum weet ik dat uitkomen voor een geaardheid in een andere cultuur niet makkelijk is. Het wordt nog te vaak als taboe aanschouwd. Met mijn deelname wil ik het stigma doorbreken en ga ik binnen opvangcentra een project opstarten om een zelfdoorgangstijd bij LGBT-vluchtelingen naar beneden te halen. Different nationality, same rights. Hallo, mijn naam is Daan, 22 jaar en afkomstig uit Dendermonde. Mijn coming out is door de positieve reacties van mijn familie en vrienden vlekkeloos verlopen, maar dit is helaas voor vele LGBT'ers nog niet het geval. Met mijn deelname wil ik taboes doorbreken en opkomen voor de nog steeds voorkomende discriminatie en vooroordelen. Want iedereen heeft het recht om volledig zichzelf te kunnen zijn. Never apologize for who you are.